Nu eerst de 24-jarige Robert van den Broeke, die altijd al heeft geweten dat hij anders is dan anderen. Zo zag hij toen hij klein was mensen die zijn vriendjes niet zagen en kon hij gedachten lezen. Toen iedereen langzamerhand ging denken dat Robert gek was, stelde een psycholoog vast dat hij paranormaal begaafd was. Alles viel toen op zijn plek. Nou is die gave op zich al bijzonder, maar sinds kort kan Robert iets wat bijna onvoorstelbaar is. Hij kan buitenaardse wezens die hij om zich heen ziet op de foto vastleggen. Er zijn mensen die denken misschien van nou dat is gewoon een goede goochelaar. Maar ik denk dat je als goochelaar één journalist om de tuin kunt leiden. En misschien nog twee als je heel veel geluk hebt. Maar bij de derde ga je dus echt wel door de mand. Robert wil ons bewijzen dat zijn gave echt is. Hij stuit namelijk nogal eens op ongeloof, omdat mensen niet kunnen bevatten dat hij echt kan wat hij beweert. We geven hem een camera van een professionele fotograaf om de beelden vast te leggen en blijven ernaast staan, zodat hij niets kan manipuleren. Ja, er hangt wel wat hier. Ik voel wel iets, maar... Kijk, hier heb ik iets. Kijk, je ziet hier heel duidelijk het gezicht eigenlijk van een wezen. Als een buitenruimtelijk wezen. Je ziet ook duidelijk de mannenvormige ogen omhoog. We laten de professionele fotograaf naar de foto's kijken. De cameraman staat erbij. Ik ging met het gevoel hier naartoe van ik ga bewijzen dat het niet waar is. Ik kon het echt niet geloven. En het bewijs is geleverd. Ik ben er zelf bij geweest, maar... Ik had dat echt niet geloofd. Nee. Maar is dit het overtuigende bewijs? Voor mij is het een overtuigend bewijs. Ja, wat ik hier heb gezien vandaag is toch echt. De ouders van Robert waren in het begin sceptisch, maar zijn er al lang zeker van dat hij over hele bijzondere gaven beschikt. Voor ons staat alles vast. Maar dat is niet moeilijk als je dit elke dag aan de lijve meemaakt. Anderzijds, Robert wil dat graag delen. En dan weet je als geen ander, zelfs als je je gevoel loslaat en rationeel dat benadert... Ja, dat er toch mensen zijn die moeten eerst zien en dan pas geloven. En natuurlijk wordt er spot met Robert en met ons gedreven, zo nu en dan. En zullen er altijd mensen blijven die dit zo ongeloofwaardig vinden dat ze er niks mee kunnen. Maar het is onze realiteit. De familie heeft dan ook al de meest bizarre dingen meegemaakt. Toen Robert 's avonds aanwezigheid voelde hier in de kamer. Hij pakte zijn fototoestel en hij maakte een foto... En hij gaat terugkijken en het bleek mijn overleden broer te zijn die op de foto stond. En dat was toch wel heel emotioneel eigenlijk toen we dat terugzagen. Bijna alles legt Robert vast op camera. Zo heeft hij talloze foto's waarop vreemde lichten te zien zijn. Overleden personen en vreemde wezens doen we vanuit het niets op. En Robert zag op onverklaarbare wijze graancirkels ontstaan die hij voor de eeuwigheid vastlegde. Als je maar die foto's hebt, dan denken we ja... God, dat kunnen we er wel in photoshoppen, maar dit is zijn echte beelden. En werkelijk fascinerende beelden. Na veel moeilijke jaren is Robert er inmiddels helemaal aan gewend dat hij over bijzondere krachten beschikt. Hij heeft zelfs wel een eigen praktijk waar hij mensen behandelt. Ik denk dat mijn toekomst, wat ik zo voel, is toch hier heel veel mensen mee helpen. En mensen bewust maken van het feit dat er meer is. En dat vind ik het mooiste geschenk eigenlijk wat ik mag krijgen en wat ik mag geven.